Ja, en daar zijn we dan. Goedenavond, welkom bij Dommeland Live van woensdagavond 12 december. Ja, voor onze Dommeland Live team is dit de laatste Dommeland Live uitzending van dit jaar. We zijn al een beetje in de kerstsfeer. Ik ben zelf ook een beetje in de glitters. We hebben vanavond een gevarieerd programma. We eindigen namelijk dit programma met een soort sing-along met hele mooie internationale en nationale kinderliedjes samen met het Wereldkoor. Daarvoor komt Arthur Brands, want in Liemden mag Speel 2 jaar lang zelf aan de slag van de gemeente met projecten om Liemden leefbaarder te maken, mooier te maken, aantrekkelijker te maken. Arthur komt vertellen wat hij zoal gehoord heeft van de burgers uit Liemden. En we beginnen hier aan tafel met Wensambulance Brabant. Nog 1 keer het ouderlijk huis zien, nog 1 keer met de voeten in zee naar een familielid ver op bezoek. Een bruiloft bijwonen, dat lijken eigenlijk wensen die eenvoudig te vervullen zijn, maar dat is het natuurlijk niet voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Gelukkig is daar de wensambulance, daar gaan we het vanavond over hebben. En we mogen u eerst even meenemen wanneer de wensambulance van Bokstel vertrekt naar een wens die zij in vervulling willen laten gaan. We gaan naar Tilburg, naar een mevrouw die is ernstig ziek, ligt in het ziekenhuis daar. Die heeft een grote operatie gehad en die is oma geworden voor de eerste keer. En die heeft een tweeling en die ligt in de couveuseafdeling in Eindhoven. Daar gaan we naartoe. Hier staat de rest van Tilburg en Eindhoven. Hier ligt de patiënt, kunnen we allerlei spulletjes hebben om en kunnen we drinken. Familie kan mee, op naar Tilburg.
naar de mooie wens. Ja, we gaan straks naar deel 2 kijken van de opnames die Lieke Faber gemaakt heeft. Inmiddels zijn de gasten van Wensambulance Brabant aan tafel. Versa Meijweg, van harte welkom. René Geurt, bestuurslid, bestuurder van Wensambulance Brabant. In het midden Leni Hooying uit Boekstel. Je bent zowel verpleegkundige als beheerder en chauffeur, hè, als ik het goed heb. En van harte welkom. En Antal Timmer, ook uit Boekstel. Ja, ja. Ja, heel leuk dat je tijd hebt kunnen maken. Idem, ook besturen, beheren, chauffeur. Boeiend onderwerp vind ik tijdens de voorbereidingen. Erg interessant. Ik wist eigenlijk niet dat het bestond. Laten we bij het begin beginnen. Meneer Geurts, of mag ik René zeggen? Ja, mag René zeggen. René, dat vind ik even handig. Even kort het ontstaan van Wensambulance Brabant. Hoe is dat gegaan? De oprichters zijn allebei ambulancemedewerkers geweest in Valkswaard. En in de ambulancewereld is het een bekend verschijnsel dat bepaalde mensen niet vervoerd kunnen worden omdat het ziekenfonds niet betaalt. De kostenverzekeraar die betaalt bepaalde ritten niet. Mensen die in het ziekenhuis liggen, terminaal zijn, die weten dat ze doodgaan. Bedlegerig en graag nog bijvoorbeeld een keer even naar huis zouden willen, de laatste keer. Mm-hmm. Dat is een rit die wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Nou, dat is iets waar wij als ambulancemedewerkers in het verleden veel weer mee werden geconfronteerd. En vanuit die optie is eigenlijk ook de wensambulance ontstaan. Om die mensen toch nog die kans een keer te geven. Prima. Wat doe je in je huidige, naast wensambulance, wat doe je bijvoorbeeld voor wensambulance? Laten we daar maar eens mee starten. In ieder geval in het bestuur, hè? Ja, en daarnaast ben ik wenscoördinator. Dat is degene, er zijn een aantal verpleegkundigen die de wensen aannemen van de mensen. En die ervoor gaan zorgen dat die rit ook uitgevoerd kan worden. Dus die beoordelen de wensaanvraag en als die aan onze criteria voldoet, wordt de wens uitgezet bij alle vrijwilligers, zowel de chauffeurs als de begeleiders. En die kunnen daarop reageren. En dan wordt er een team samengesteld om te gaan zorgen dat die mensen nog een fijne laatste wens kunnen meemaken. Ja. Dat is het ene. En het andere is, ik selecteer de vrijwilligers die wij aannemen bij de wensambulance. En hoeveel zijn er ongeveer nu werkzaam? Nou, we zitten net boven de 200 nu. Jee, wat veel zeg. Dan hebben we het over echt Brabant, geheel Brabant. Ja. Nu zag ik de wensambulance, die staat in Boekstel. Hele gekke vraag misschien. Wordt die ook gewoon voor andere doeleinden gebruikt of is dit puur en alleen voor jullie stichting? Ja. Voor de wensambulance. Ja. Oh, dat wist ik. Er zijn drie ambulances. Eentje staat in Waalwijk en eentje in Helmond en eentje stationeert in Boekstel. Mm-hmm. En als de wens in de buurt, de chauffeur en de verpleegkundige of de vrijwilligster in Boekstel de ambulance nodig heeft, dat verzorgt de wenscoördinator, krijg ik een mail over. Ja. En dan zorg ik dat die netjes schoon is en dat die klaar staat. En ik zorg dat de mensen kunnen vertrekken. En soms ga ik natuurlijk ook zelf mee als begeleidster. Ja, want jullie zijn, jij bent in ieder geval verpleegkundige. Er zijn allerlei niveaus in, ik weet het niet, maar vertel eens. Ik ben zelf als een spoedeisende verpleegkundige werkzaam en dit is vrijwilligerswerk. Maar er mogen vrijwilligers, iets die graag met deze mee zou willen gaan met wensen, mogen verpleegkundigen zijn, maar er mogen ook mensen die iets met patiënten hebben die in de zorg zitten en die mensen zo'n wens willen vervullen. Oké.
En Antal, jij rijdt de ambulance. Kom jij ook zelf uit de verpleging? Of? Nee. Ik ben vrachtwagenchauffeur. En voorheen moest de ambulance ook door de chauffeurs gereden worden. Met een echt chauffeursdiploma, rijbewijs voor de vrachtwagen. Mm-hmm. En zodoende had Leni mij gevraagd of ik hem een paar keer wou tanken en een keertje wou wassen. En zo gaat dat. Ik was jong, zeg maar. Werd er een beetje door Leni bijgelapt. Oliepijlen, ja. En dan komt langzaamaan de liefde voor... Dat ging redelijk snel op een gegeven moment. We hebben bij de rots hebben we een keer een seniorenmiddag gehad en een keer geflyerd. En al heel snel, dat brengt een beetje enthousiasme. En vanuit de wensambulance was de vraag geweest of mij toch aan wil melden officieel. Ja, toen heb ik de stap gezet en vorig jaar december EHBO-diploma gehaald en alles om als chauffeur werkzaam te zijn. Ja, inmiddels 3 ritten gedaan. Dus. En wat is jouw ervaring erin? Hoe bevalt het je? Ja, heel erg goed. Ja, het is heel bijzonder. Iedere rit is anders. Het is altijd weer bijzonder. En ook voor jezelf elkaar te verwarmen en ook voor de mensen gewoon goed om te doen. Fijn om te doen en Ja, dat is toch een uitlaatklep op een of andere rare manier, ja. Mm-hmm. Nu is het zo dat, Liek heeft jullie gefilmd op een dag. Ik stel voor dat we naar deel 2 gaan kijken wanneer de wensambulance terug naar huis gaat met de ervaring van die dag in de binnenzak. Goedemiddag. Hoe was het? Het was prachtig. Prachtig. We hebben een prachtige dag bezorgd voor mevrouw. Ze mocht met de brancard op de couveuseafdeling. Er was 1 aparte ruimte met 2 couveuses. Daar lagen de tweeling in. Een jongen en een meisje. Het meisje met zo'n klein kopje 900 gram, het jongetje 1200 gram, apentrots, de zoon en dochter waren erbij. Het was geweldig. Zeer, zeer ontroerend was het. Geweldig. Het was een geweldige dag voor die mevrouw, of niet? Ja, fantastisch was het. Ik heb ervan genoten. Ja, zeker. Ik heb wel heel veel zorg en heel veel aandacht voor mevrouw, maar het was gewoon geweldig. Ja. En heel erg vermoeid hebben ze haar weer teruggebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. Ja. Maar we hebben het met heel veel liefde gedaan. Ja. We gaan opruimen en dan zijn we klaar voor vandaag. Voor de volgende. En wat is nou de volgende wens, denk je, dat jullie moeten rijden? Dat krijgen we per mail binnen. We krijgen de mail, elke wens krijgen we een mail en daar kunnen we op inschrijven. Dat is altijd een verrassing. Dat is altijd een verrassing, dat weten we nooit. Ja. Maar het was vandaag de moeite waard. Helemaal. Fantastisch. Het was de moeite waard, hè? Prachtig wat jullie doen. Ik ben er echt van onder de indruk. Ik had dat ook al aangegeven. Hoe wordt daar ingeschat? Natuurlijk, ieder mens en iedere situatie is uniek. Maar hoe schat je in, René, welke wens is haalbaar of waar liggen de grenzen? Ja, dus voor ons blijft ook heel moeilijk. Daarom zijn de wenscoördinatoren allemaal verpleegkundigen. Mm-hmm. Om de juiste inschatting te kunnen maken. Die moeten gaan bekijken, voldoet deze wens aan de criteria? Is iemand echt terminaal? Dus iemand die zeg maar kanker heeft en echt op het laatst loopt, een kwestie van weken, enkele maanden, bedlegerig. En die moet dan vervolgens, moet zo'n wenscoördinator de zorgvraag in kunnen schatten. Wat voor zorg heeft zo'n patiënt dan nog nodig onderweg qua zuurstof, morfine, pompen en dat soort dingen. Dat moeten we allemaal inschatten.
En als dat helemaal duidelijk is, dan pas wordt de rit uitgezet bij de vrijwilligers. Oké. Okay. Nou, ik heb een aantal dia's van jullie site mogen halen. Ik weet niet of die ondertussen voorbij zijn gekomen. Ik heb, meen ik, Leni, jou ooit horen vertellen over Toscane. Ja. Was een mevrouw en die wou nog heel graag naar Toscane toe. En was ze vroeger heel veel op vakantie geweest. En ernstige zieke mevrouw met ALS. Een hele, hele beruchte ziekte. De beruchte ziekte van ALS is dat je, wanneer de diagnose wordt gesteld, dat je eigenlijk al bedlegerig bent. En ze zei, ik wil zo graag gaan, want ik lig al een jaar hier in mijn huiskamer. En ik kom alleen maar naar het ziekenhuis. En toen zijn we een week op stap gegaan. En de wenscoördinator, ik had me ingeschreven, en dus een ambulancechauffeur. En die is meegegaan. En de partner, de man van haar, is meegegaan. En we hebben een hele week met prachtig weer, dat is afgelopen juni geweest, naar Toscane gegaan. Wat bijzonder. Ja, ja. Wat, ook dat zal bij iedereen anders zijn. Ik vroeg me dat thuis af. Je hebt dan een wens, bijvoorbeeld nog één keer naar Toscane of de kleinkinderen zien. Wat geeft dat rust bij die mensen? Is er dan een taak volbracht? Of wat? Dat zal ook bij iedereen anders zijn, hoor. Maar wat zijn jullie ervaringen? Deze mevrouw die zei de laatste dagen, ik ben alles aan het opslaan. Dus die was echt met het einde bezig en ze is ook vlak daarna overleden. En wat doet dus dat met jullie dan daarna? Ja, heel, jullie zijn getraind, heel maar ontroerend. Ze gaat heel intiem met de mensen om natuurlijk. Ja, heel betrokken en ontroerend. En, maar een lach en een traan. Er wordt ook heel veel gelachen. Het is zeer ontspannend en het is zo'n fijne wens voor die mensen. Ja. En die mevrouw die zei van, er was ook in de ambulance nog speciale ramen ingemaakt. Dus dat ze onderweg ook nog naar buiten kon kijken. Zo. En het was te vermoeiend om echt daar de bossen of iets in te gaan. Maar dan kon ze onderweg zien. En toen we vertrokken vanuit Eindhoven, dat was al vakantie voor haar, zei ze. Ja. Ja. Dus een jaar niet buiten geweest, buiten de Ja, je komt, als je bedlegerig bent en je kunt niet met de vervoerstaxi, dan ga je alleen maar eruit naar het ziekenhuis of naar op controle. Ja. Maar zo hebben we ze ook gehad, bijvoorbeeld, het kan heel simpel, hè. Van in de Bosse mevrouw, die hoort in het ziekenhuis van, nou, wij hebben geen behandeling meer voor u. En ze kan niet meer naar huis, ze gaat naar een hospice. Mm-hmm. Dus die is naar het ziekenhuis gegaan. Niet weten dat ze nooit meer thuis zou komen. Mm-hmm. En dat vond ze zo verschrikkelijk. Toen kwamen ze in het hospice en ze wilden gewoon graag even naar huis. Nou, toen hebben wij gewoon gezorgd dat ze naar huis kwam. Ja. En is er gezorgd dat de buren daar nog even op de koffie kwamen bij haar in haar eigen huis. En daarna wilden ze via de Mariakapel van de kathedraal weer terug dan naar het hospice. Maar even naar huis. Dat was het laatste wat ze nog wilde. Ja, echt thuis. Zo van die, eigenlijk heel simpel. Maar. Hele eenvoudige wensen, dat zijn nog de meeste. Even langs het ouderlijk huis, bij een dochter gaan lunchen of bij een zoon. Of naar het nieuwe huis van de kleindochter gaan kijken. De meeste zijn inderdaad hele eenvoudige wensen. Ja, die dus toch zo belangrijk zijn voor de mensen. Ja, anders deden jullie het ongetwijfeld niet. Ja. Iedereen kan schrijven, iedereen kan zich aanmelden voor zo'n wens. Nou, het gaat wel om mensen die terminaal ziek zijn. Ja, dat begrijp ik, maar zit je binnen iedereen, jouw familie iedereen. Of binnen het gezin in een soortgelijke situatie, dan kunnen ze wensambulance opzoeken op de website, contact leggen, want dat zijn natuurlijk vaak dingen die niet al te lang worden verwacht. Soms zo snel mogelijk, soms. Ja. Nou, we hebben gehad dat er een keer s'nachts een mail is binnengekomen van iemand, ook een mevrouw die was oma geworden, zeg maar. S'avonds is de mail beantwoord, zeg maar, en 's ochtends om 8:00 reed de eerste ambulance weg om haar op te halen en naar het ziekenhuis te vervoeren. En zij is diezelfde dag weer overleden, ze heeft wel de kleinkinderen gezien, ja. 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 Echt indrukwekkend. Dat is indrukwekkend. Ik kijk je even aan, je bent vrij jong, hè? 30, ja. Nou, vind ik. Ja, ik vind het vrij jong. Ja. Ik ben wel een van de jongste bij wensambulance. Dat is bijzonder. Ja, ja, maar dat valt mij ook op bij de verpleegkundigen die we aannemen. Daar zitten heel veel jonkies bij van in de 20. En dat valt mij dan iedere keer op. Ik denk, potverdorie, wat willen die?
Wat is hun motivatie? Ja, dat zij dat allemaal willen. Maar ja. Ze zeggen ook allemaal van, wij maken ze mee in het ziekenhuis en dan zien we ze even en dan horen wij wat ze eigenlijk willen. Dat dingen gewoon niet meer kunnen. En dan kunnen wij, en wij hebben tijd tekort in het ziekenhuis om met ja. die mensen bezig te zijn. En nou hebben wij de kans om via die wensambulance eens een keer iets meer te doen voor zo'n mensen. Mm-hmm. En dat blijkt dan hun drijfveer te zijn. Echt twintigers allemaal. Prachtig. Ja. Er is dus ook mooi nieuws, hè? Ja. Er zijn ook mensen die het hart op de juiste plek hebben. Nou, die dingen kosten geld. Wensambulance kan ondersteuning gebruiken. Onlangs Leni de mosselavond bij de Lions Club heeft een bedrag opgeleverd, hè? Super, ja. Bellamy's. Ja. De vrouwelijke groep, of hoe zit de vrouwelijke Lions van Boksel, de Bellamy's. Ja, van Boksel. Hè? En die gaan een kerstconcert organiseren 23 december in Lennesheuvel, in de Sint-Theresia-kerk. En welkom. En allemaal te baden van de wensambulance. En de Lions Dommel en A, die hebben voor de mossenavond, hebben ze zelf de mossen gekocht. We hebben €3000 gedoneerd. Prachtig. Ja, mooi. Daar kan altijd geld bij nemen. Kan altijd geld, ja. Wij zijn helemaal afhankelijk van sponsoren en mensen die geven. En, want van hoog tot laag zijn het allemaal vrijwilligers. Heel het allemaal. Bestuur, okay. Alles wat er aan administratie, ICT voor ons werkt. Uiteraard de mensen op de auto, allemaal vrijwillig. Wij worden geholpen door de regionale ambulancevoorzieningen. De garages van hen staan ter beschikking van ons. Deze is ook van de regionale ambulancevoorziening in Boksel. En eigenlijk kunnen wij altijd geld gebruiken, want het blijft gewoon ontzettend duur om 3 ambulances op de weg te houden. Je moet ze aanschaffen, je moet ze onderhouden. En we hebben daar gelukkig ook al leuke donateurs voor. Mensen in garage bijvoorbeeld, die de ambulances voor ons gratis willen onderhouden. Dat soort dingen gebeurt dan al, maar dan blijft nog heel veel geld blijft er nodig. En wij zijn echt helemaal afhankelijk, ook in deze moeilijke tijd, van sponsoren en donateurs. Ja, misschien op het goede moment in de uitzending, want het is toch tegen kerst dat mensen op een of andere manier, dat er een extra luikje open gaat van, nou, misschien is dat dan mooi om dit te promoten. En nog gefeliciteerd, want gisteren, dat moeten we niet vergeten, we moeten alweer overschakelen. Proficiat met Brabander van het jaar 2012. Hè? Vertel even, Anton. Onze oprichters die waren opgegeven als Brabander van het jaar. En die uitreiking was gisteren. Dus vanochtend werd ik wakker met het heugelijke nieuws dat ze gewonnen hadden. Ja, ja. Het was een vanuit Omroep Brabant, hè? Ja. Kasteel Maurik was de prijsuitreiking. Dat moet dan, jullie moeten gloeien van trots. Ja, dat is heel mooi. Ze hebben het verdiend. Zeker. Ze hebben het verdiend. Ja. Hans van Gerven en Giel van Genucht. Dat zijn de oprichters, inderdaad. Nou, ik dank jullie hartelijk voor de tijd hier aan tafel. En voor het mooie werk wat jullie voor heel veel mensen doen. Dankjewel. Wij gaan over naar het volgende. We gaan kijken naar Arthur Brands. Die gaat voor Speel in Liemt. Daar zijn hele mooie bouwketen neergezet. Ja, Liemt is echt in actie, er wordt gewerkt. En kijkt u mee naar een korte reportage van Lieke Faber. Liemt in uitvoering. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry, don't you worry. We'll be right back.
a time I met a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her outside. We were so young, I think over now and then. I still hear the song. Aan tafel Arthur Brands. Wij kennen jou natuurlijk als bekende Liemdenaar, vooral van onder andere het Gazenhuis, waar jullie heel veel geld voor Serious Request. Ja, klopt. Twee jaar geleden. Gaat het snel. Je hebt geweldige buuts met de carnaval en je optredens. Ook soms, hè? Meestal wel. En inmiddels ben je als bemanning van de bouwketen van Speel ook in actie. Ja. Je hebt een aantal keren alvast meegedaan, vertel eens. Ja, dat was geweldig. Ja, jullie hebben hem daar al liggen. Liep een uitvoering. En dat kwam van Desiree Velaar over, eigenlijk kwam het vandaan. Er was de vraag eigenlijk gesteld van, wil jij een keer in die bouwketen of bij die bouwketen gaan staan? Liep een uitvoering om mensen te ondervragen eigenlijk, of te bevragen van, wat vinden jullie nou eigenlijk van Liemden en wat zou eigenlijk beter kunnen? Want het gaat om Speel eigenlijk. Hè? Dus ja. Stichting Promotieprojecten. In Leefbaar Liemt. Ze willen Liemt leefbaar houden. En daar werd ons gevraagd, want niet mij alleen, dat moet ik wel even zeggen. Hebben legio mensen aan meegedaan. Ja. En dan kom je van allerlei pluimages, maar ook allerlei ideeën, allerlei opmerkingen, aanmerkingen kom je tegen. Dat is ontzettend leuk om te doen. Wat opviel was dat jullie gaan echt naar de mensen toe. De bouwketen zijn op meerdere plekken. Ze zijn ook heel mooi, ten eerste heel mooi gemaakt en geverfd behandeld en weet ik veel. Maar jullie gaan dus echt naar de mensen toe. En dat is op verschillende locaties. Jij hebt in ieder geval in het centrum gestaan, hè? Ja. Waar was dat? Wij hebben bij de Koop gestaan, bij de winkel. En dat was een perfecte locatie natuurlijk. Mensen komen in en uit. Ja. En we hebben ook pas geleden nog aan de A2, de tunnel onder de A2 door. Of tenminste het viaduct onder de A2 door. Hebben we scholieren opgevangen. Ja, daar hebben we straks een foto van. Misschien dat hij zo meteen al voorbij kan komen. Ja. Dat klopt, want de middelbare scholier. Maar laten we even teruggaan naar de co-op. Ja. Wat zijn de reacties van mensen? Hoe reageren de Liemse? Nou, ik moet vooral zeggen, de mensen zijn vooral enthousiast. Ze zijn wel enthousiast. Er zijn mensen bij die zeggen van, ja, het is toch goed in Liemt, waarom moet het dan beter? Oh ja, dus ze zijn die tevreden. Die opmerkingen zijn, heel veel mensen zijn wel tevreden. Maar er zijn ook heel veel mensen die kleine op- of aanmerkingen hebben. Het ging vooral om het centrum van Liemden. Er was een hele leuke bij. Er komt een man die zegt van, ik woon op de Oude Dijk. Hij zegt, die eikenboom, die moet er allemaal uit. Ik zeg, ja, maar... Ik zeg, we gaan toch geen bomen laten verdwijnen in de Liemte? Zegt hij, nee, maar dan moeten ze fruitbomen neerzetten. Hij zit in elke straat, hij zit een appelboom. In de andere straat een kersenboom, in de andere straat een perenboom. Hij zegt, dan gaan wij in het seizoen dat de vruchten geplukt kunnen worden. Hij zegt, gaan wij Liemse vlaaien verkopen. Ach, wat leuk. Maar dat zijn dus dingen, die zijn misschien niet realiseerbaar. Maar de ideeën aan zich, je kunt ook dingen met elkaar vermengen. Het Kloosterhof, waar jullie nu weggaan eigenlijk en naar Stapel gaan. Maar er was een mevrouw die zegt van, mijn vader die moet naar Bokstel, want die kan gewoon, in het bejaardenhuis was hier geen plaats.
op de Vlaaswijk, die is in Boksel moeten gaan wonen, vindt hij zo erg. En op Kloosterhof, ja, daar kan hij niet wonen, want het is verdieping, het is een lage. En waarom gaan we bij de Witte School niet een hofje bouwen? En dat we daar dus met oudere mensen, eigenlijk met 25 mensen op gelijkvloers kunnen gaan wonen. En dan daar ook in dat hofje, dus echt een hofje, dat ze dat kunnen onderhouden. Mensen kunnen met elkaar spreken. Mm. En zo krijg jij van idee op idee, dan komen er weer jongeren bij die een nieuw project hebben gehad. Het nieuwe bouwproject op de Heide. Ja, richting de hockeyvelden, ja, richting en de hockeyvelden. En die zeggen van, ja, wij zijn als starters begonnen. Ja. Als wij nou in die mensen de woningen kunnen gaan wonen en die mensen kunnen weer in het hofje gaan wonen, dan hebben we een doorstroming. Er zijn heel veel jongeren die gaan met er 19 naar Lien Amsterdam, uit, naar Groningen, naar studeren. Die willen met er 35, met er 32 weer terug. Ja. En dan krijg je doorstroming. Ja. Dat soort ideeën allemaal. Centrum, ja. Onze kerstbomenman Rob Kasteleins, die had het idee van, ja, die ijzeren dingen om die bomen heen in het centrum. Is geen gezicht, er moeten beukenheggetjes komen. Er moeten weer oude lantaarns komen in de dorp. Ja, zo heb je duizend en één ideeën. Ja. De leukste dingen, ja. Ja, ja. Prachtig. Sinterklaas was ook nog geweest, zag ik. Ja. Die had aan in ieder geval iets warms gedronken. Had Sinterklaas nog mooie opmerkingen? Ja, Sinterklaas had zeker wel een opmerking. En een heel goed idee. Hij vond het teleurstellend dat hij door Lient heen liep. En dat af en toe zijn staf toch wel eens in een tussen twee klinkers bleef steken. En die bleef staan en Sinterklaas liep door. Net als de vrouwen met hun hakken hebben. Ja, Sinterklaas met de staf. Ja. Hij had iets breder haken aan dan de gemiddelde vrouw. En dat is natuurlijk ook, ook meteen het mooie van Liemt. Hè? Goed, de dingen. Maar het is inderdaad een bekend verschijnsel. Het is overigens wel een opmerking die ontzettend veel terugkomt. De straten, de trottoirs. Ja. Voor mensen die hulpbehoevend zijn, voor mensen in rolstoelen, kinderwagens. Dat is echt een, dat is denk ik wel nummer één. Ja. Desiree Velaro zal het wel natuurlijk gaan begroten en alles oplijnen. Ja. Maar ik denk dat wel als nummer één uit de bus komt. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Nu, ik had straks in de aankondiging gezegd, Speel heeft 2 jaar de tijd, in ieder geval een pilot is het, een proefproject. Ja. Om zelf de handen uit de mouwen te steken en te kijken van hoe gaan wij met Liemde om en wat kunnen wij verbeteren, veranderen. Het gaat ook om een stukje veiligheid, heb ik begrepen. Het is een mooie organisatie. Een tijd terug was namelijk Desiree hier aan tafel samen met meneer Michel Magiet. Ja. En toen was het mooie, er was al geld. En nu zeg maar het werk in uitvoering moest gebeuren. Ja, ja, ja. Ik vond dat sowieso al bijzonder, want normaal is er nooit geld. Je hebt al wel plannen, maar hier was het geld. Precies. Nu is de projectfase van het peilen bij de inwoners. Ja. Er is meer gedaan, hè, dan alleen die bouwkeet. Ja, ze hebben ook wel een voorlichtingsavond gehad. Ik weet niet of je daarop doelt. En dat is bij het Hof van Liemde geweest. Dus Paul Saris heeft dat gepresenteerd. Ja. Voor verenigingen, voor ondernemers en voor de bewoners. Er zijn 3 avonden geweest. En dan moet ik zeggen, wat ik van Desiree gehoord heb, is dat ontzettend goed gelopen. Okay. Maar vooral, en daar vind ik het mooie, net wat je aanhaalt, van het geld is er al. Mm-hmm. En ja, ik denk dat het uniek is in Nederland, ik weet het niet. Maar dat niet. Er mensen dus bijgetrokken worden en zeggen, nou hier ligt die buidel geld, zeg het maar. Ja. Wat gaan we doen? En wat zou je nou liever zien en beter willen hebben in Lint? Ja, ik denk dat dan ben je uitverkoren als je daar aan deel kunt nemen. Het wordt ook goed ondersteund door de inwoners, heb ik begrepen. Absoluut, ja. Nou staat Liemt daar wel ook onbekend, hè? Wat dat betreft dan gaan de handen weer samen en dan gaan we met z'n allen iets moois ervan maken. De Boksersweg had jij het net over. Ik kijk heel even met een schuine oog of we daar de dia van kunnen laten zien, want dat vond ik ook weer heel mooi bedacht. Het was hartstikke koud die dag. Ja. En ik zie hem nog niet, misschien hebben we hem al gezien, de dia dat jij de middelbare scholieren opvangt onderweg. Ja, ja. Kijk, hier hebben we hem. Ja, inderdaad, ja. Dat was geweldig. Ja, nou, wat gebeurde daar? Ja, de vraag werd gesteld van, moeten wij ook niet de jeugd, dus de jonge Liemdenaren erbij betrekken? Want, en ja, ik mag het misschien wel hier in de uitzending zeggen, maar ik zeg tegen de jeugd, daar begon het meestal mee, van ze vragen het allemaal aan die oude knaren. Maar wat willen jullie nou? Hè? Want jullie vinden, en natuurlijk met alle respect, maar ik wil zeggen, je krijgt dan wel feedback. En ja, het mooie verhaal is, en dat is natuurlijk een hot item in Liemde, van de McDonald's, moet je er nou wel of niet komen? Ik weet dat je er nou moet komen. Tenminste, volgens de jeugd. Maar er zijn ook daar weer ook hele leuke, maar ook wel hele serieuze plannen en serieuze ideeën.
een zwembad in Liemde. Ja, dat is natuurlijk niet te realiseren, maar dan hoef je niet elke keer in de Boksloop neer te rijden. Ja, want dat is dan maar, toch naar de andere kant van Boksel. Precies, hè? Ja. Maar bijvoorbeeld ook wel een atletiekbaan. Dus ze zeggen van, nou, wij willen wel eens een... En dan hoeven er geen zesbanen te zijn, maar dat we toch ons vermaak hebben, sportief gezien. Een klimband, echt jeugdactief idee. Maar wat vooral wel naar voren kwam is, en dan praat je over het project zelf, dat is het uitgaan. Dat ze toch wel iets zochten voor jeugd tussen de, ja, 14, of, sorry, tussen de 16 tot 21 jaar. Okay. Dus, en nou is er wel enige horeca. Nou, ze wilden toch wel het vermaak toch ook wel een Liemde hebben. Vaak moeten ze dus of naar Eindhoven of naar Boksel. Nou is dat natuurlijk wel een overkomelijke afstand. Mm-hmm. Maar als ze dan terugkomen, willen ze iets waar ze samen kunnen zijn. En dat kwam diverse keren naar voren. Okay. En nou hebben ze wel een nieuwe horecagelegenheid waar toch wel veel Liemse jeugd op afkomt. Dus dat vonden ze al prettig. Maar wat er bijvoorbeeld nou... Welke is dat? Dat is het Hoekske. Het Hoekske. Okay. Ja, daar gaan dus, veel actieve jeugd, en dat bedoel ik met sportief actieve jeugd, naar de sportevenementen gaan daar wel eens naartoe. Ja, goed. En daar vinden ze wel een strak plan. Want, ja. En daarnaast bijvoorbeeld wat er nou gebeurt met zo'n blokhut. Wat er nou, want er komt nou Liemd loopt uit, hè? Ja. Want ze hebben eigenlijk op Liemd gemunt en toen hebben ze Liemd in het licht en nou Liemd loopt uit. Ja. En dit is eigenlijk weer een gevolg van. Ja. Maar dat soort activiteiten vindt de jeugd wel aantrekkelijk, ja. Ja. En ja, het leefbaar houden en het leefbaar maken is natuurlijk denk ik wel belangrijk, ja. En dat is wel heel leuk om het daarover te hebben. Ook weer discussies, is ook leuk. Ja. En met jeugd. Dat ligt jou ook wel. Ja, vind ik wel. Ja, dat ligt jou ook wel. Even iets anders. Ik heb horen fluisteren dat ook de basisschool bij dit hele project betrokken gaat worden. Ja. Kan daar al iets over gezegd worden? Ja, daar willen ze volgende week dinsdag of donderdag, dat stond nog niet helemaal vast. En daar willen ze wel een vragenformulier voor maken voor de openbare school, voor de oversteek. Mm-hmm. En daar willen ze ook dus de nog jongere jeugd bij betrekken. Dat ze toch het idee hebben dat ze ook iets in kunnen vullen. En toch wel, wie weet wat daar weer naar voren komt. Want, heel mooi. Ja, je kunt het in allerlei vormen gieten natuurlijk, maar van hoog tot laag heeft dan toch zijn... Ja, prachtig. Ja, iets heel anders, Arthur. Want ik heb jou hier nou aan tafel. Ik heb horen zeggen dat jij bij Miljoenenjacht in het publiek hebt gezeten. Klopt, ja. Ben ik geweest, ja. Nou, jij bent een echte... jij houdt ook wel van het theater en van het... vertel nou eens, hoe heb jij dat beleefd daar? Het was buitengewoon. Ik moet zeggen, de beleving... Ja, voor wie het niet gehoord of gezien of gelezen heeft... een Liemdenaar, Wienand, want het staat overal in. Wienand Verkollenburg. Is met een enorm bedrag heeft hij gewonnen in de miljoenenjacht. En er was een hele but uit Liemden zat in het publiek. We waren met 50 Liemdenaren, met 50 introducees, dus 100 Liemdenaren exact zaten we in het vak. En hij wordt uitgeloot, de laatste 10. En uiteindelijk wint hij de finale. Ja, dat is geweldig. Dat is gewoon een. Dat is pure emotie, maar ook wel. Het idee dat je daar bent en de entourage eromheen. Ja. En het gevoel, ook hoe weer, dan heb je weer het wijgevoel. Ja, dan ben je met z'n allen. Ja. Hoe was dat? Is het gezellig? Is het, Het is super... streng? Of hoe gaat dat? Ja, ik kan het in een notendop gieten, maar we komen daaraan. Je kunt je wagen hier, je auto parkeren. Het kost niks, je gaat naar boven toe. Je krijgt een geweldige lunch. Dan komen ze met een triootje, liep daar rond met muziek. Je wordt naar binnen geleid, je krijgt een koffertje. Ja, je krijgt een koffertje met een miljoenenjacht. Met een appeltje, een boterhammetje en een ding erin voor de breaks. En dan komt Linda naar binnen toe. Dat is natuurlijk geweldig. Die heb jij gesproken, heb ik die gehoord. Ja, ik was weer te brutaal misschien. Maar ze vroeg van wie stond er vanochtend op en denkt van ik ga met 5 miljoen naar huis. Ik denk, er staan nog wel een stuk of 30 op in die zaal, maar ik was als enige die riep, ik. Oké, en toen? En toen vroeg ze, wat zou je daarmee gaan doen? Ik zei, nou, dan ga ik acuut naast jou wonen, Linda. En toen zei ze zelf van, in het gooien is wel gezellig. Nou, ik zeg, het is eigenlijk de bedoeling dat je dan naar Liemde komt. Ja. Maar dat was... Is niet uitgezonden? Nee, het is niet uitgezonden. Nee, dat was buiten de uitzending. Ja. Maar goed... Ja, had dus ook kans om mee te doen. Maar helaas, jij gunt dat een ander volgens mij. Tuurlijk. Hè? Nou, ik gun het Wienand van harte. Echt, hij heeft er hard voor gewerkt. Hij was bloednerveus. Ja. En als ik het iemand gun, is het hem wel. Ja, absoluut. Ja. En allemaal ook nog een camera gewonnen? Ja, we hadden een fotocameraatje gewonnen, ja. Ja, die werd uitgedeeld. En de introducees die... die zaten erbij, maar die hebben daar denk ik net zo van genoten als wij met z'n allen. Ja, dus dat was geweldig. Nog tot slot, is dat een lange opname zo'n dag?
Ja, is de middag? Hoeveel was het? We zijn daar om... voor iedereen die nog wil, hè, ja, en kan. Precies. Nou, je moet het nooit laten gaan. Want nee, ja, we zijn er om 1 uur begonnen, dacht ik. En om 6 uur gingen we naar buiten. Dus we zijn 5 uur lang voor een half uurtje tv. Ja, we zijn 3 kwartier tv zijn we daar binnen geweest. Ja. Maar leuke ervaring, absoluut. Ja, en okay. Ik denk dat iedereen dat wel zo ervaren heeft. Mooi. Speel. Iedereen kan thuis zoeken op de website wat de acties zijn. En ja, zo'n beetje heel Liemt weet het al. Maar het is ook mooi voor Boksel en Lennesheuvel en andere dorpen om te horen hoe het dus kan. Zo zie ik het dan maar. Hè? Ja, ik vind het absoluut de moeite waard. En ik moet zeggen, compliment aan de mensen die het opgestart hebben. Ja. Want dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Ja. Want Spiel aan zich is gewoon, ik denk, uniek. Ja, denk ik niet. Ja. Wanneer is de volgende fase? Wanneer er concreet, zeg maar, weer... het is nu het verzamelen van de plannen. Enig idee van de planning? Nee, ik weet niet wanneer dat ze dus eigenlijk naar buiten komen, de plannen. Of tenminste, er wordt natuurlijk geïnventariseerd. Maar wanneer dat het naar buiten komt, daar kan ik zo niet... daar kan ik hier geen 1, 2, 3 antwoord op geven. Dat is allemaal dan op te zoeken. Hè? Ja. Tot slot, Arthur, carnaval komt eraan. Ja. Wat ga je doen? Ik ga heel weinig doen. Ik ben pas geleden verhuisd en ik heb heel weinig tijd gehad. Oh? Ja, het is eigenlijk een big shame. Maar, Ja, ik ga natuurlijk wel... zondagsmorgens ben ik wel bij het wapen te vinden om een paar mensen natuurlijk een hart onder de riem te steken op mijn manier. Denk ik. Manier, want ik doe het wel met Jan van der Heijden samen. Ja. Ja. Geen grote buurt of Nee, daar heb ik dit jaar echt geen tijd voor gehad. En ik heb vorig jaar de Rode Draad gedaan. Dat was ook ontzettend leuk om te doen. Maar volgend jaar dan ben ik er zeker weer bij. Ja, dan wel. Ja. Nou, ik dank jou voor dit gesprek aan tafel. Dank en blijf even zitten, zou ik zeggen, want we gaan het over muziek hebben. Daar hou je van. Want het Wereldkoor heeft onlangs een eigen cd geproduceerd met maar liefst 42 liedjes. We laten een hele kleine impressie zien over de presentatie van deze cd in, als ik het goed heb, de Walnoot. Van sociale duurzaamheid is in 2010 zo'n beetje de basis gelegd van het Wereldkoor in Boksel. Het was toen de bedoeling dat er een koor kwam zingen en meedeed in verband met een project van lokale Agenda 21. Huidige Wereldkoor Boksel, daar gaan we het nu over hebben. Bij mij aan tafel van harte welkom Geertje Schellekes, dirigent van het Wereldkoor. Ja. Je hebt meegenomen Lucia van Geels, van harte welkom. En extra welkom, want je hebt voor iedereen hier in de studio heb jij een heerlijke hapjes meegebracht. Misschien dat we dat jullie kunnen hem zien. Wat heb je gemaakt?
Een klappertaart. Klappertaart. Kom uit Indonesië. Geweldig. Met de kokosnootvlees. Met het vlees van de kokosnoot. Ja. Nou, we hebben al heel veel mensen hiervan zitten smullen. Ik doe het na de uitzending, maar dank je wel daarvoor. De Wereldkoolboksel, Geertje, jij bent er heel actief in. Vertel eens, het is toen ontstaan, 2010. Het is nu bijna 2013. Waar staat het Wereldkoor op dit moment? Nou, een heel eind verder als kleine 3 jaar geleden. Hè. Het was eigenlijk zo dat we zouden voor eenmalig optreden zouden we een vrouwenkoor oprichten. Mm-hmm. Verschillende nationaliteiten. Nou, en zo is het dus begonnen. En de eerste keer hebben we dan met een internationale vrouwendag opgetreden. En het bleek zo'n succes te zijn dat het dus alleen maar uitgroeit. We zijn al inmiddels met 45 vrouwen. Dat is veel. Uit 14 verschillende nationaliteiten. En al die vrouwen zingen met elkaar allerlei liedjes in verschillende talen. Ja, prachtig, prachtig. Nou hebben we hier op tafel, want daar is het allemaal om te doen. Kijk even bij wie ik moet zijn, bij mijn collega's. Ik doe hem even naar voren. Tutti Frutti. Prachtige term. Jullie hebben namelijk een eigen cd uitgebracht met maar liefst 42 kinderliedjes. Klopt. Vertel, klopt. Wat was het mooie doel daarachter? Nou, we hadden een hele tijd, zeiden van, nou, misschien een cd. En kinderliedjes, dat is natuurlijk ontzettend leuk. En iedereen kent vanuit zijn jeugd kinderliedjes. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Alle leden van het koor, die hebben allerlei verschillende liedjes binnengebracht. Nou, daar hebben wij een selectie uitgemaakt. Daar heb ik muziek bij gemaakt. En uiteindelijk zijn het dus 42 liedjes waarvan in verschillende, 22 verschillende talen. Prachtig, prachtig. Ja, ik heb hier ook natuurlijk doorheen zitten kijken. Ja. Het wordt nog veel leuker, want het is ook een beetje onze laatste uitzending dit jaar. We gaan zingend, gaan wij Dommeland Live straks verlaten, hoor. Dus dan zijn jullie vast gewaarschuwd. Ja, ja. Leuke is, jullie hebben met basisschoolkinderen, die hebben eraan meegewerkt, ja, met tekeningen. Of we hoe is dat gegaan? Alle scholen in Boksel hebben we aangeschreven. En toen hebben we 3 scholen die wouden meewerken. Die hebben allemaal tekeningen 15 bij 15. Mochten ze inleveren met de thema's. Dus ondermoedersparaplu of rood kapje, rood borstje. Nou, daar zijn allerlei tekeningen. Daar is weer de selectie. En daar heeft Mieke Simmering heeft dus uiteindelijk met heel veel uren werk dit boekje gemaakt. Het is een heel mooi boekje. Het ziet er heel mooi uit. Ja, het ziet er hartstikke mooi uit. Dus de basisschoolkinderen, heel veel liedjes. Verschillende nationaliteiten gaan het zingen. Ja. Lucia, jij komt uit Indonesië. Ja. Hoe is dat voor jou, al die andere talen? Ik bedoel, hoe is het überhaupt het Nederlands? Hoe gaat dat eigenlijk? Goed. Vind ik gezellig met die samen zingen, samen leren kennen, multiculturele samenleving, praten, zingen, lachen. Ja. Geweldig. Ja, ik zie het ook aan je. Je gaat er helemaal van stralen. Ja. Dat is mooi om te zien. Het lijkt mij ook een mooie manier om de taal beter te leren kennen. Ja. Want ook als je liedjes gaat zingen, dat is een mooie manier, lijkt mij. Hè? Ja. Jij weet daar natuurlijk als dirigent alles van. Je brengt de mensen, en in dit geval dan de vrouwen, heel goed en dicht bij elkaar door met elkaar te zingen. Toen we nog geen kinderliedjes hadden, zongen we allemaal daar aan de waterkant. Nou, dat is zo geweldig. Ja. Al die nationaliteiten bij elkaar. Ja. En dat ging hartstikke goed, hè? Ja. En jij moet ze allemaal een beetje in toom houden? Ja, en ik begeleid dan met gitaar en er is djembe is erbij. En, maar ik moet zeggen, ze hebben ontzettend discipline. Oh ja? Ja. Dus want het lijkt me zo gezellig. Ik weet hoe het gaat, al die vrouwen bij elkaar. En dan ook nog eens verschillende culturen, nationaliteiten, temperamenten. Ik weet niet hoe dat daar gaat. Maar het gaat eigenlijk, als ik zeg, nou jongens, we moeten echt, of meiden, hè, we moeten flink ons best doen vandaag, dan wordt er heel hard gewerkt. We hebben nu vrijdag een repetitie en moeten we al, want we moeten nog 4, 5 keer optreden voordat kerstens is. Dus we hebben nog veel te doen. Ja, want 4, 5 keer optreden naar aanleiding van dit? Of van de vanwege cd, de kerst? Maar vanwege de kerst. Dus dan doen wij kerstliederen in verschillende talen. Dus ja, dat is ook wel weer leuk, maar het is heel veel werk. Ja. Het mooie van dit hele project is dat de mensen die een lied aanleveren in een andere taal, die moeten ons
het Nederlands, de uitspraak, hoe wij het moeten gaan zingen. Mm-hmm. De uitspraak moeten doen, wat het betekent. En als het heel moeilijk is, fonetisch aanleveren, dat wij weten hoe het uit moet spreken. En er zijn ook taken van degene die het zelf, net als Lucia zijn liedje aanlevert, ja. Moet ze daarmee aan de gang. Volgens mij staat er ook, dat wil ik straks laten horen namelijk, hoe spreek je dat nou uit, Nina Bobo? Ja. Ja. Dat is een Indonesisch liedje, hè? Ja. Wil ik straks even laten horen. Daar komen we, ben ik heel benieuwd naar. Ja. De CD, wat is de bedoeling van, wat gaan jullie doen met de opbrengst? Het heeft natuurlijk geld gekost, hè? Want een CD maak je niet voor niks. Mm-hmm. Wat is de bedoeling met de verkoop van het mooie boekje en de CD? Wat is jullie doel? Het doel is geweest dat we dit hebben gemaakt. We hebben geen subsidies gehad. Dus alle onkosten die er gemaakt zijn, is ook voor eigen kosten geweest. Mm-hmm. Dus de eerste 500, als we die mogen verkopen, en we zijn bijna zover, dan staan we op nul, zeg maar. Dan zijn de onkosten aardig betaald. En als er nog meer verkocht worden, dan moeten we nog een doel gaan zoeken van wat gaan we hiermee doen. Ga je dan weer herinvesteren. Het is natuurlijk een prachtig kerstcadeau, hè? Ja. En oud en nieuw, het is altijd heel erg leuk. Ik denk dat we toch, ik ga heel even kijken naar onze techniek. Het lijkt me gewoon ontzettend leuk om maar eens zo'n nummer te laten horen. En ja, Geertje en Lucia, dan heb ik jullie hulp nodig. Want ik stel voor dat we beginnen met Onder Moeders Paraplu. Maar dan zou ik het leuk vinden als jullie hem in gaan zetten. En dan gaan wij kijken of wij hem van de cd kunnen laten horen voor de mensen thuis. Dus jij bent dirigent, dus ga je gang. Daar gaan we, hè. Onder moeders paraplu liepen eens twee kindjes, Hanneke en Janneke. Het waren zulke vriendjes. We hebben de tekst, hè. En de dingen keek al klik, klak, klik. En de dingen keek al tik, tak, tik. We mogen allemaal meedoen hier, want jullie kennen ze gewoon. Ja, kijk, dat is een hartstikke gezellig. Ja. Oké. We doen er nog één. Nou ben jij volgens mij de sterke, want die kennen wij dan hier met z'n allen weer niet. Ja, Nina Bobo. Maar dan heb je natuurlijk ook, wil je natuurlijk ook de toon horen, maar we gaan wel kijken. Dan ga ik iets heel anders doen. We gaan straks nog even wat zien. Ik vind het gewoon leuk. Hier doen mensen ook mee. We kunnen wel denken dat het flauw is, maar dat is het niet. Het is gewoon leuk. Het is heerlijk. En kinderliedjes. En gezond. Dat wil heel, heel veel zeggen. Ja, precies. Dat is echt leuk. Ja, er zit alles in, hè? Ja. Ja. Even kort, Geertje. Jij komt terug van een bijzondere reis. Bent nog maar net terug, hè? Ja. Waar ben je geweest? In Congo. Daar hebben wij, dat is ook een project geweest. Voor zuster Darlene. Zuster Darlene is ook hier een keer in het nieuws geweest. Ja. Dat is een zuster die is teruggegaan naar Congo en die had één wens om in Fikuku, een kleine gemeenschap van Congo, een kerkje te bouwen. En dat ze dat mee zou mogen nemen als ze terugging naar Congo. Nou, daar zijn allerlei instanties hebben daar de best voor gedaan. De vaste actie, die heeft daar meegewerkt. De Nederlandse vaste actie. Mm-hmm. We hebben een benefietconcert georganiseerd. En uiteindelijk hebben we 26.000 euro, die waren nodig, bij elkaar gebracht. En in juni zijn ze gestart met het kerkje te bouwen. En 1 december is het geopend en Harry en ik zijn daarbij geweest. Het was een hele bijzondere reis. We zullen het nooit meer vergeten. Nee. Super. En het kerkje ziet er prachtig uit. Nou. En dan denk ik van, Jezus, er zijn hier de mensen toch... Jammer dat hier de kerken leeglopen. Zo is het. Ja. En daar zitten honderden mensen in de kerk.
En ook honderden mensen buiten de kerk, want er is niet genoeg plek voor die mensen, toch nog niet. Goh. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja. En dat is gerealiseerd ook met hulp van, vanuit Boksel? Dus. Ja, vanuit Boksel en zeker vanuit Lidwina, hè, mm-hmm. want daar deed zuster Alijne vrijwilligerswerk. Ja. En daar, van daaruit is het eigenlijk allemaal ontstaan. En dus, hoe, los van dit mooie feit, hè, de opening, dat allemaal gelukt is, hoe gaat het met haar daar op dit moment? Hoe bevalt het haar? Ja, ze heeft wel een beetje heimwee, zei ze. Het is natuurlijk een hele andere cultuur. Ze hebben daar echt helemaal niets. Ze zijn heel arm, er is geen straat waar je normaal op kunt rijden. Fietsen kennen ze daar niet, boodschappen doen ze daar helemaal niet bij. Dus je moet echt zelf in je tuintje je aardappeltje en je groenten telen. Ja. Dus het is zo anders, zo anders. Ja. En de kinderen hebben daar helemaal niets. Dus ja. We hebben daar heel veel gezien. Maar het doel waar we voor gingen is geweldig geweest. Prachtig. Ja. Nou, hebben jullie nog verder dit jaar, jullie hebben concerten, waar kunnen we, ik ga van de hak op de tak, waar kunnen we dit mooie boekje met cd, dit kun je in waar is dat te verkrijgen, want het is allemaal voor een goed doel. Dus. De Wereldwinkel in Boksel, mm-hmm. bij Elkeliek is het te koop en nog op één plek meer. Ja. Bij de, de Jumbo. Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Kinderliedjes vanuit vele landen. Ik ga echt hier, we gaan zingen. Op een klein stationnetje hebben we ook nog. Oh. Nou, gaan we ook nog een keer doen hoor, het is toch zo'n uitzending. Ja. Dit was... dat is die uit Finland. Ja, dat geeft niks. Dat is een Fin... Moeilijk. Dit is Fins, heren, hier achter... Hemme, dat ik in persoon leef. Ja, ja, natuurlijk. Oké, we gaan door naar Marokko. We gaan even een paar landen bezoeken. We hebben nog Marokko, die doen we ook nog even. Marokko, dat is de laatste die op het lijstje stond. En hoe spreek je dat dan uit? Kijk, die staat... Die staat Nina... De allerlaatste. Nee, Marokko. Marokko? Ja, nee. Oh ja. Ja. Oh, hier. Ik vind het hartstikke leuk. Ik hou er wel van. We gaan er een einde aan breien hier aan tafel. We hebben gezongen. We hebben gehoord waar we terecht kunnen. Jullie hebben nog een aantal concerten. Ja. Lucia, dankjewel voor de heerlijke taart die ik zo meteen ga eten na de uitzending. Graag gedaan. Geertje, bedankt voor jouw tijd hier aan tafel en succes met je mooie project Het Wereldkoor. Dankjewel. En heel veel zangplezier gewenst. Dat is zeker, dat hebben we zeker. Mooi. Ja, beste mensen, dit was de laatste Dommeland Live van dit kalenderjaar in ieder geval. En ook nog eens vanuit deze studio in Liemde. Wij gaan heel hard aan het werk om op onze nieuwe locatie een prachtige studio te creëren. Er moet nog van alles gebeuren. We zijn een heel eind. Maar we zijn nog niet klaar. Dat betekent dat wij heel hard samen aan de slag gaan en ook tijdens de kerstvakantie. Dommeland Live zal er hoogstwaarschijnlijk, want daar kunt u eigenlijk wel van uitgaan, op 23 januari voor het eerst weer zijn, zoals u van ons gewend bent. En ik bedank u voor het kijken en alvast, het is een beetje vroeg, een hele goede jaarwisseling en een gezond 2013 gewenst. Dat was die. Dankjewel.